Ben jij goed met ongemakkelijke stiltes? Heel veel mensen zijn dat niet en daarom wordt dat ene woordje dat niks betekent misschien toch wel zo vaak gezegd. Het is Zeg jij vaak als je een video opneemt en merk je ook dat het best wel storend is? In deze video vertel ik je hoe je kunt voorkomen dat je ooit nog zegt als je voor een camera staat. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Abonneer je op dit kanaal, want ik help jou om je bedrijf en je producten zichtbaar te maken voor jouw doelgroep. We zeggen allemaal wel eens en dat is prima. Het heeft een functie. Als je even niet op een woord kunt komen en je zegt dan valt er tenminste geen pijnlijke stilte. In een echt gesprek van mens tot mens is dat geen enkel probleem. Maar als je voor een camera staat, dan wel. Want je kijker heeft een stuk minder geduld met een video dan met iemand met wie die in het echt praat. Het is niet echt aardig natuurlijk, maar zo werkt het nou eenmaal. 1 of 2 keer zeggen in je video is geen enkel probleem. Maar als het vaker wordt, dan gaat je kijker zich dingen afvragen. Waarom moet ik eigenlijk wachten tot deze persoon bedacht heeft wat hij wil zeggen? Of die komt een beetje aarzelend over. Moet ik het allemaal wel geloven? Je kunt dus beter stoppen met zeggen. Niet in gewone gesprekken, maar wel in je video's. Alleen, hoe doe je dat? Mensen die mij in het echt ontmoet hebben, die weten dit. Ik ben een enorme zegger, maar nooit in mijn video's. Het verschil is dat ik voor mijn video's een hele harde afspraak met mezelf gemaakt heb. Natuurlijk ben ik goed voorbereid. Ik weet wat ik wil zeggen. Ik heb een script. Ik hoef niet meer na te denken wat ik dan precies ga zeggen. Maar het is vooral die afspraak. En die afspraak is dat er geen geluid uit mij komt als ik niet weet dat het iets zinnigs is. Als ik het niet weet wat ik ga zeggen, zeg ik gewoon niks. Soms gebeurt het dat er even een kleine stilte zit in mijn video. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo ongemakkelijk. En trouwens, een stilte uit je opnames knippen is een stuk gemakkelijker dan uit je videoopnames knippen. Al sinds ik die afspraak met mezelf maakte, zeg ik geen meer in mijn video's. Al jaren niet. En mijn cursisten, die het ook zo aanpakken, zeggen ook geen Het is een kwestie van weten hoe je dit doet. Er is nog iets wat je beter niet kunt doen in je video's en dat vertel ik je hier.